Haaglanden voetbal aan tafel met interessante gasten. Piet Boon, hoofdtrainer van de eerste klasse SV Honselersdijk. En we hebben Laurens Sandel, hij is de hoofdtrainer van de zondag tweede klasse Concordia. Dit en meer dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Bij Sir Winston kun je 7 dagen per week all-inclusive sporten voor een vaste prijs. U kunt onder andere terecht voor krachttraining en fitness, cardio en gevarieerde groepslessen. Van yoga tot high-intensity trainingen. Wij beschikken over ervaren instructeurs en kennen voordelige tarieven voor personal training. Ook beschikken we over een Finse sauna, infraroodzitjes en een loungegedeelte. Sir Winston Fitness is gevestigd boven Grand Café de Halve Maan en parkeren is gratis. De Club is het partycentrum met maandelijks terugkerende feesten. De locatie voor al uw evenementen. Tot ziens bij Sir Winston Club boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Een nieuwe aflevering en dat betekent nieuwe gasten aan tafel. Ik praat met een man die na enkele succesvolle jaren dit seizoen afscheid moet nemen bij zijn club. Inmiddels heeft hij alweer een nieuwe club gevonden, nog dichter bij huis. En ik praat met een man die afgelopen zondag met een brede glimlach van het veld kon stappen naar winst in een plaatselijke derby. De gast aan tafel, Piet Boon, hoofdtrainer van de zaterdag eerste klasse Honselersdijk. En Laurens Sandel, trainer van de zondag tweede klasse Concordia. Dit is Haaglanden Voetbal aan tafel. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal aan tafel. Nieuwe aflevering, ik zei het al, nieuwe gasten. Ik heb ze al voorgesteld aan u, dus we kunnen direct van start gaan. Piet, met jou is te beginnen. Ik ga toch even terug naar vorig seizoen. De tweede helft van het seizoen. Ja, eigenlijk een vreselijk raar seizoen. Die ploeg ging ineens draaien als een tierenlier. Ja, nee, kans hebben voor de promotie. Ja, het was echt top. Ik moet ook wel zeggen, we zijn zeker naar het trainingskamp in Benendorm. Waar het echt, we hebben al een groep, maar daar voelde je ook gewoon dat alles naar elkaar toe groeide. Terwijl enkele misstapjes gehad, voorschoten uit die we verloren. Toen verloren we alleen nog en daarna zijn zeg maar de knopjes omgegaan van jongens, als we echt wat willen, dan moeten we even wat meer gaan doen. Ja, en toen viel alles op zijn plaats. En ja, die na-competitie, dat was natuurlijk een droom. Wedstrijd tegen Valken 68, ongelooflijk. Ja, dus ik denk eerst 10 minuten hadden we ook 1-2-0 achter kunnen staan. En we komen 2 keer voor de goal, schieten ze erin en bij die jongens knakte wat. Ja, we rollen ze echt met 7-0 op en fantastische entourage op het sportpark. Ja, één groot volksfeest en toen moest de finale nog gespeeld worden. Ja, en dan inderdaad zo'n seizoen en dan promoveren wat eigenlijk niemand voor mogelijk had gehouden. En dan zit je ineens in de eerste klas. Ja, klopt. Ja, dat was echt, nogmaals, na dan die finale tegen Sparta was 6-1 ook en alles klopte en alles lukte. En ja, dat is zo mooi. En dan opeens, ja, dan zit je bij eerste klasse. Nou, dat is voor ons natuurlijk een super prestatie. En ook de club heeft nog nooit op dat niveau mogen acteren. Dus ja, geweldig gewoon. Helemaal mooi. En vooral ook een club die niet bekend staat als daar een soort duiventil waar elk jaar maar volop spelers komen binnenwandelen. Er zijn toch ook veel jongens die daar al langer spelen? Ja, nou, ik denk dat dat onze kracht is, dat de spelers elkaar allemaal kennen. Ik denk dat zeker 60% woont, denk misschien 800 meter van elkaar vandaan daarvan. En ja, het is gewoon één groep en het is stabiel. En ook toen we gepromoveerd zijn, zijn alleen 2 A-junioren doorgekomen. En Rico, die echte Honselersdijker, ook Rico Kok, die kwam weer terug van Verburg vandaan. En we zijn ook niet op zoek gegaan naar gelukzoekers of zo. Nee. Lekker doorgegaan zoals we er gekomen zijn. Ja, maar goed, dan ga je eerste klas voetballen. Er komt een ander punt bij, want dan moet je wel bij jezelf denken van, nou jongens, luister eens. Betekent toch gelijk als mijn laatste jaar bij Honselersdijk of ik moet op de cursus gaan. Ja, dat klopt. Ja, dat was even een bittere pil. Ja, ik heb gewoon hartstikke naar mijn zin. En ik denk die cursus, dat zou je niet zitten. Nee, cursus ook niet zitten. Nee. Het klikt gewoon heel goed. Ja. Ook met de vrijwilligers, bestuur, begeleiding. We hebben hele leuke begeleiding met de spelersgroep. Het klikt allemaal hartstikke gewoon. Ja, dat is wel...
wel zonde als je dat dan moet opgeven. Ja, nou goed, gaan we daar even zo verder praten. Nou jou, Laurens. Ja, jij zit nu ook wel een stuk lekkerder aan tafel. Ik bedoel, afgelopen weekend speel je dan zo'n derby tegen Wippolder. Ja, als je dan verliest, dan zit je niet zo lekker. En nu win je die wedstrijd daar. Overigens, je pakt 6 punten van Wippolder dit seizoen, volgens mij. Nee, het was 4 punten. Oh, 4. Nou ja, goed, het is toch wel lekker in een derby. En zeker afgelopen zondag, want je had het hard nodig. Ja, dat was dringend nodig. Verlies je, dan kom je echt ver achter. Dan moet ik wel heel eerlijk toegeven dat we het roer wel iets hebben omgegooid de afgelopen week. Wat voor opzicht? Ja, een stukje trainingsarbeid, overleg tussen de week en daarin gewoon wel spelers aangesproken op hun verantwoordelijkheden en dat daarin geen concessies meer worden genomen. En dat in het begin moeten we elkaar natuurlijk aan elkaar wennen. Dat is gewoon een proces waar je in zit. Maar goed, we zijn op dit moment aan de bal denk ik vrij sterk. Maar het collectieve verdedigen, daar ontbeert het aan. En dat hebben we afgelopen week denk ik prima op geoefend en getraind. En dan zie je dat er ineens toch die groep ontstaat van we gaan het toch doen met elkaar. Ja. Ja. Dus zo'n wedstrijd, de weersomstandigheden waren ook niet gelukkig. Het was wel eens een kunstgrasveld, maar die hebben dan ook echt te lijden onder dat weer. Heb je ooit even gedacht van, want ik geloof dat Jos Straven vloot de wedstrijd, dat hij misschien tussentijds zou stoppen? Ja, Jos zal die niet zo snel een wedstrijd aflasten. In het begin van het... Aflasten niet, staken misschien wel. Ja, na de wedstrijd had je beter een waterpolo-wedstrijd kunnen houden. Maar het veld was prima bespeelbaar. Er waren wat natte plekken. Maar goed, daar hadden wij en daar had Wippel er ook last van. Dus daar was in principe geen sprake van. Hoe was de wedstrijd? Zeg je achteraf, we hebben hem verdiend gewonnen? Ik kan niet anders zeggen dat wij gewoon terecht hebben gewonnen. Als ik hoor de mensen, de kritieken, of de mensen die daar omheen vertellen van joh, wat hebben we vandaag gespeeld zoals je eigenlijk zou moeten spelen het hele jaar. Dus, ja, goed, dat is een proces. Je hebt 90 minuten gewoon echt volle bak durven we collectief verdedigen en collectief durven aan te vallen. Met lef aanvallen. Nou ja, je had de eerste helft zonder problemen met 5-0 voor moeten staan. Ja, ja. Ja goed, de jongens die missen, die willen hem er ook in schieten. Daarnaast deed de keeper van Wippel een heel aardig duitje en zat hij om die ballen tegen te houden, helaas. Ja, wat feest na afloop, denk ik, hè? Gematigd goed feest, laat ik het zo zeggen. We zijn er nog lang niet. We hebben één wedstrijdje maar gewonnen. Ja. Maar winnen in de derby is altijd lekker. De jongens kennen elkaar allemaal. Absoluut, over en weer respect. Maar goed, ja, het is natuurlijk prettig. Voor mij was het persoonlijk de eerste keer in een officiële wedstrijd om van Marcel te winnen. Nou, okay. Dat was natuurlijk al helemaal lekker. Ja. Maar na de hand doe je een biertje samen, Pies, en dan is het weer helemaal top. En Marcel zit volgend jaar ook weer bij een andere club. Piet Honselsdijk, als jij nou in een paar woorden de vereniging Honselsdijk zou moeten omschrijven, wat zeg je dan? Ja, gewoon prachtig, warm, prestatie en gezelligheid hand in hand. Ja. Maar goed, ik denk dat jij ook een type trainer bent die daar ook heel goed bij past. Ja, dat denk ik ook. En ja, dus in het begin natuurlijk altijd even afwachten, maar de klik is gewoon goed. En we presteren denk ik boven verwachting ook. En ja... als je ziet hoe het leeft binnen de club en zaterdag hadden we na de wedstrijd dan Super Saturday. Ja, dan zit de kantine gewoon nok en nok vol tot 9 uur. En dan is het gewoon echt één gezellig feest ook. Ja. Weet je, waar iedereen elkaar aanspreekt. Of je nou het eerste speelt, in het 11e of in de G3. Iedereen is er en iedereen gaat ook gewoon op een normale sociale manier met elkaar om. Ja, dat heb je toch wel beter, ook vaak nog wel in de kleinere plaatsjes. Hè? Dat zou je wat minder hebben in de grote steden. Daar is het vaak heel snel toch wat sneller afgelopen. Ja, je kan eens een prestatie neerzetten, maar dan is het vaak over. Terwijl je merk je nu gewoon bijvoorbeeld in het Westland, Honselsdijk, staat eerste wind, dan is het ook inderdaad feest en iedereen leeft mee. Nou ja, dat is het ook. Maar dat komt ook denk ik een soort... wisselwerking met je vrijwilligers, met je bestuur, met je spelersgroep, met je begeleidingsgroep.
De mensen uit het dorp die daarin ook, ook een grote rol spelen, die ook komen kijken, die zich herkennen in het team wat op het veld staat, die het ook leuk belangrijk vinden dat ze dat herkennen. Ja, en dan groeit er wat, want dit is ook iets, dit is nou mijn achtste jaar, maar dit is wel echt een toptijd. Als je dat vergelijkt met zeven, acht jaar geleden toen begon, was het allemaal wat minder. En het is allemaal super mooi om te zien hoe dat gegroeid is. Ja, nou goed, daar ben je deel van uitgemaakt. Nou is het, ja goed, mede daardoor, ik bedoel, dan moet je noodgedwongen afscheid nemen, want zo zie ik dat oprecht bij zo'n club. Maar je hebt niet lang hoeven te wachten, want je had al snel een andere club. Ja. En dan kan je dadelijk wandelen naartoe. Ja, dan kan ik wandelen naartoe. Ja, dat is bij ons in het dorp, HVC 10. Dat klopt, ja. Ja, dat was, waar we eigenlijk snel uit. En dit was eigenlijk al de derde keer dat we eigenlijk om de tafel zaten. Dus we wisten allebei wel wat we wilden eigenlijk. De kans, de club zag nu de kans schoon, omdat je toch weg ging of moest bij Honsensdijk door vanwege dat diploma geval. Van hé, nou kunnen we misschien wel pakken. Ja, nou, dat is zo is het ook precies gegaan ook. Zoals je dat zegt ook. En, op een gegeven moment moest ze weg bij Honsensdijk. Nou, toen hebben we ook besloten om eerst te kijken van nou. Kunnen we nog alternatieven vinden om te houden? Dat hebben we eraan. Ja, ja. Maar wel gezegd, het belangrijkste is dat de club door moet. We zitten in een heel mooie, in een mooie flow als club. En het is belangrijk dat de club minimaal hetzelfde behoudt en dat nog eventueel uit kan gaan bouwen. Ja. Dus hebben we eigenlijk gezegd, joh, 30 november, dan is het ja of nee. En dan kan de club ook goed door. Ja. Ja, en zelf, ik zelf ook, maar nogmaals. Draait altijd om de club. Bij je nieuwe club HWC 10 is het wel gewend dat ze een trainer nemen vlak bij huis. Want in het verleden Henk Boom, die woont ook vlak bij de club. Die hebben ze ook nog eens als trainer gehad. Ja, Henk woont 200 meter dichterbij. Ja, ja nou, kijk eens al. Goed. Ja. Laurens, je werkt daar bij Concordia samen met Wim van Zinnen. Ik denk dat dat heerlijk werk is met zo'n geroutineerde jongen op de achtergrond. Die zich ook nooit op de voorgrond wil manifesteren. Die er echt voor je ook is als een soort sidekick. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat Wim meer is dan een sidekick. Wim is echt wel voor mij heel belangrijk. Ik ben nog steeds een trainer in ontwikkeling. Ik wil heel graag leren. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen door veel op je giegel te gaan. En dan is het... Dat is vorig jaar gelukkig genoeg gebeurd. Toen had ik Wim niet bij me, had ik Michel, wat ook prima was. Maar goed, Wim is nu natuurlijk, dat is in mijn ogen wel een van de beste die je naast je kan hebben. Misschien wel. Was ook je mentor, geloof ik, hè, bij je trainersopleiding. Dat klopt. En dan is het natuurlijk mooi als je dan zo'n fijne, vertrouwde man hebt naast je. En ik overleg veel. Ik hou ook van bepaalde dingen. Uiteindelijk neem je zelf de beslissing, maar wel samen. En dat gaat tot nu toe, is dat tot vertrouwd en is dat heel prettig. Nou, jullie haalden het even aan, vorig seizoen. Dat was natuurlijk voor een trainer ook een dramatisch jaar bij Delft. Op een gegeven moment met Concordia spelen. Op een gegeven moment ging je ook steeds verder. Was je niet bang? Denk je, jongens, zo'n jaar wil ik niet nog een keer meemaken? Nee, want je kan eigenlijk de clubs kan je niet zo heel snel vergelijken. Als je kijkt naar Delft, is gewoon een vriendengroep vanuit jongs af aan. Vanuit de F'jes zijn die gasten naar het eerste gegroeid. En zijn zomaar gepromoveerd tot aan de eerste klasse. Er zijn een aantal jongens gestopt toen. Er zijn een aantal jongens waar ik zelf nog mee heb gevoetbald toen de tijd. Die hebben besloten van jongens, we gaan er nog wat van proberen te maken. En we hebben er met z'n allen aan gedaan wat we konden. Tuurlijk was dat niet genoeg. Dat was meer ook omdat de selectie heel klein was. Ja, kijk je nu naar Concordia, dan heb je een selectie, daar zit een jeugdapparaat van hier tot Tokio achter. En daar zit goede begeleiding op, er zitten goede trainers op. Je kunt putten ook uit de jeugd, want je dan op trainingskamp ook een paar jeugdspelers mee. Ja. Nou, een van de voorwaarden waarom ik trainer zou worden bij Concordia. Hè. Mijn voorwaarde was dat ik Concordia weer wilde laten beleven in de tijd dat ik jeugdspeler was. En dat de jeugd betrokken werd bij de senioren en dat de senioren betrekken zich met de jeugd. Nou, we zijn naar Valencia geweest op trainingskamp. In ruil daarvoor een stuk sponsoring gekregen.
En daarvoor hebben we gezegd, we hebben breedte teams in de jeugd die geen trainer hebben, omdat Concordia een vrij groot is. Elke selectiespeler traint 4 keer een team die geen selectie heeft. En dat hebben we dus over 43 man of 40 man hebben we dat opverdeeld, zodat iedereen dus een jaar lang als selectiespeler toch ook training geeft. En zo trekken we het breed uit en dan geeft de selectie wat terug aan de jeugdafdeling. En de jeugd die betrekken we bij de wedstrijden. Goede wisselwerking. Elke week hebben we een leuk teamje erbij. En die worden dan na het opkomen, worden die ballenjongens. Je kan gelijk lekker verder. En er zijn meer mensen om het park. En dan krijg je een wisselwerking. Ja, we hadden het al over het trainingskamp. Nou, jij haalt het ook al aan. Wij zitten al een aantal jaren met Honsdijk in Benidorm. Nou, daar is ook iets ontstaan. Als je nou even naar de competitie kijkt. En ik zie bij Honsdijk 25 goals tegen, dan denk ik van ja, dat is toch eigenlijk een beetje te veel van het goede. Ja. Je moet dan wel bij zeggen, een beetje naar de uitslagen zitten kijken. Er zitten natuurlijk wel 2 uitwedstrijden bij, Kloetingen en Rijshoord. Ja, dat waren al 11 tegentreffers, dan gaat het hard denk ik, hè? Ja, het ging heel hard. Ja, Kloetingen, ja, tot nu toe voel ik echt een hele goede ploeg. Of zal het tegen ons de beste dag, maar dat we echt weinig tegen in te brengen. Ja, Rijshoord kwamen 2-1 achter. Zat eigenlijk iedereen te wachten op de 2-2. Want we hadden wel het betere van het spel. Nou, toen viel de 3-1. En toen maakten ze in de 90ste en 92ste minuten wel de 4-1 en de 5-1. Dat was wel zuur. Ja. Dus dat zijn 2 wedstrijden. Maar zijn het lange ritjes terug uit Zeeland? Dat zijn hele lange ritjes. Ja, maar ik moet wel zeggen, als we dan weer eenmaal in de bus zitten en de muziek gaat weer aan en komt weer een biertje, dan moet je het ook weer van je af dan kunnen zetten. Dan moet je het gewoon af kunnen zetten en dan wordt het gewoon weer zondag. Ja. Dus, dat is ook een hele sterke klasse. Ja, dat is het zeker. Ik bedoel, je komt erin als debutant, nou dan ga je beginnen. Begin gaat het lekker. Ik denk, alle punten die ik in het begin pak, die heb ik alvast. Was ook de andere debutant, die Hagen Idem Dito. Ja, en dan kom je op een gegeven moment in een fase, dan zit het net eventjes er tegen. En dan denk je, hé jongens, we hoeven toch niet naar onderen te kijken. Ja. En dan zet je natuurlijk de afgelopen 2 wedstrijden 2 goede resultaten neer. 6 punten, cruciaal in deze fase. Ja, dat klopt. En het is eigenlijk precies wat je zegt, Ton. Zo ervaren wij het ook van, je moet nu echt zeker je punten gaan pakken, dat je niet naar onder hoeft te gaan kijken daarin. En daarin heeft wel het collectief gezegevierd, moet ik wel zeggen. Ja. Echt het team is er 200% voor gegaan. En ja, en dan uit bij SAO winnen met 2-3, dat was gewoon verschrikkelijk knap. We stonden 2-0 achter. Nou, ik denk dat er niemand meer iets voor onze kansen gaf en we knokken ons terug en het wordt nog beloond in de laatste seconde. Ja, Westlandse mentaliteit, hè? Ja, dat is niet opgeven en dan ben je zo trots op die gasten. Dat, dat is gewoon super dan. En afgelopen zaterdag thuis in Portugal was heel anders moeilijk voetballen met die wind. Ja. En dan is het wel lekker op een gegeven moment dat we 1-0 voorkomen. Nou, dan moeten zij toch wat gaan doen. Dan krijg je wat meer ruimte. En dan met die wind is het heel moeilijk voetballen om wat te gaan forceren. Dus dan konden wij aardig de boel tegenhouden, denk ik. En dan met de voorroede die wij hebben, dan valt de meeste nog wel een goaltje los. Ik kan het je wel mee. Nou goed, als jij nu eerder na je begint, het eerste klasser. Ja, eindelijk neem je afscheid. Het is nu jouw eerder na, want je wil natuurlijk daar die club achterlaten als eerste klasser. En als dat op een beetje een makkelijke manier gaat, dat is voor jullie een kampioenschap. Ja, tuurlijk. Maar dat is natuurlijk de eerste na. Wil ik niks verliezen. Ook geen potje sjoelen. Dus dat ook niet. Dus dat zit er ook in. Maar we zijn nu zo ver gekomen met de club. En ik zeg, het tweede speelt ook reserve eerste klas. Dat is ook gewoon goed. En samen met de begeleiding, met Frank Verzel, Sjaken, Janko. Het klikt gewoon. Ja, belangrijk, en we willen doorgroeien. En iedereen doet zijn eigen taak. We zeggen allemaal wat we willen. Maar we respecteren elkaar en iedereen doet waar hij goed in is. We willen gewoon nog meer. En dat zeggen we ook tegen de gasten. Er zit altijd nog rek in. En alleen, je moet er soms wat meer voor laten en iets meer voor doen. Maar je moet ook altijd meer willen als sportman. En dat wil je natuurlijk als trainer. Maar je weet ook aan de jongens over te brengen. En als we denken op zaterdag spelen, we zullen misschien 24 jaar gemiddeld zijn. Dus we hebben een hartstikke jonge groep ook nog. Dus daar kan je gewoon echt mee door. En daar moet je ook mee door willen. Zeker. Hoe zou jij Concordia, ik heb dat vaak willen beoordelen. Concordia, als je die club zou willen karakteriseren, wat zeg je dan? Een club ook met veel meer sporten, dus niet alleen voetbal. Eens. Concordia is natuurlijk een omnisportvereniging. Weliswaar is de voetbalafdeling natuurlijk de grootste.
Maar goed, je hebt je ook in te passen als er moet gegolfd worden. Dan moet je, ja, als je een keertje extra op vrijdagavond wil trainen, dan moet dat na de golf. Want die zijn om die hebben die baan dan om, of de wedstrijdvelden hebben ze dan tot 8:30. Dus dan moet je pas om 9, kan je pas om 9 uur het veld op. Niet ideaal, maar goed, je moet met elkaar omgaan en elkaar respecteren. En dat is denk ik ook het juiste woord voor heel Concordia. We hebben respect voor elkaar. En tuurlijk zal je hier en daar eens wat. Want denken van potverdikke me, ik wil naar dat veld op en dan liggen er 423.222 golfballetjes nog. Ja. Maar goed, dat is een beetje jammer dan. Maar ja, je hebt daar gewoon mee te dealen. Ja. En, maar goed, Concordia is natuurlijk een hele mooie historische club. En ja, weet je, ik ben daar zelf als F'je begonnen. Ja, je hebt ook een achtergrond bij de club. Als je nou kijkt naar de ambitie van de club, wat zeg je dan over Concordia? Van nou, onze ambitie is eigenlijk een stabiele tweede klasser? Of zeg je van nou, als het kan nog meer? Nou, als een stabiele tweede klasser zou willen zijn, dan zou ik daar niet naartoe zijn gegaan. Nee. Ik wil met Concordia het liefst zo hoog mogelijk. En net wat Pieter zei, we willen gewoon naar die eerste klasse toe. Wat hem is gelukt, dat zou ik graag ook willen doen. Dat zal dit jaar veel te vroeg zijn. Het zou wel mooi zijn dit jaar, want de club bestaat dit jaar 135 jaar. Ja, dat klopt. Maar goed, met 136 jaar is het denk ik ook heel mooi. En ik verwacht niet dat we dit jaar naar boven zullen gaan. Er komt volgend jaar ook een goede injectie vanuit de A weer. Dus we zullen toch weer een groep krijgen, nog jonger. Nou ja, jij gaf het ook al aan, we hebben tegen Olivio gespeeld. Daar waren we geloof ik gemiddelde van 20,5. En dan win je met Olivio uit. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Maar ja, er zitten dan ook een paar jonge jongens bij van die nu nog steeds in de A speelt. Ja. Het is een goede, gemoedelijke club die graag vooruit wil. En die met eigen spelers jeugd naar boven wil. Ja. De verschil tussen die tweede klas, eerste klas op zaterdag, zit er nou een groot verschil tussen? Ja, er zit wel een groot verschil tussen. Ja? Nou, je merkt het vooral aan de voorste vier, meestal bij de tegenpartij. De voorhoede is vaak gekocht, gaan aardige geldbedragen in om. Ja, dat zijn wel jongens die echt gewoon heel goed kunnen voetballen, gewoon individueel heel goed. Ja. Nou, want wij hebben ook een paar individuele goede spelers, maar ik denk dat wij als team heel sterk kunnen zijn. Ja, en we geven ook nooit op. Nee. En, daar zitten clubs bij, die hebben een aardig budget, die moeten wat bereiken. Bij ons is Dijk, die willen wat bereiken. Ja, dat klopt. Ja, willen dat dolgraag. Ja. En als je dat uitstraalt met elkaar en je helpt elkaar daar heel erg in, ja, dan kan je gewoon heel ver komen. En het is voor ons ook gewoon super hoe we het nu doen. Wel met beide beentjes op de grond blijven, want iedere wedstrijd is er weer één. We zullen iedere wedstrijd echt 200% volle bak moeten gaan om die strijd te winnen of om te spelen. Maar dat gaat tot nu toe gaat het goed. En het besef gaat er ook steeds meer zijn van als we dat echt doen, ja, dan kunnen we ook nog wel mee. En we zullen eens wel een keertje op ons bek gaan, dat zal ook nog wel een keer gebeuren. Maar gewoon erin blijven, dat is jouw doelstelling. Hoe kijk je dan terug op al die jaren Honsensdijk? Met genoegen, denk ik. Ja, prachtig. Heel prachtige jaren. Maar ook gewoon met alles, met verenigingsbreedte ook. En wat Laurens zegt, kijk, wij doen ook met de jeugd, wij doen dat dan als een week van de jeugd. Dat alle selectiespelers gaan dan jeugdteams trainen. Ja. Ook weer wat Laurens zegt, ook om de jeugd erbij te betrekken. En ik vind ook dat je als selectie moet je ook wat doen. Voor de eigen jeugd, om gewoon die saamhorigheid te kweken. En daarmee maak je ook een echte vereniging. En dat is Honsensdijk ook. Ja. En dat is geven en nemen. En jij bent heel goed naar je zin in het Westland. Je gaat nu weer naar de ploeg in de hoek op de rondgang, HVC 10. Jij bent speciaal aan het trainen wel voor het Westland. Hè? Ik zie jou niet zo gauw buiten het Westland werken. Nee, dat klopt ook. Ja. Dat klopt ook. Nee, maar ik vind gewoon een goede mentaliteit, no-nonsense. Ja. En nogmaals, prestatie en plezier gaan hand in hand. En dat heb ik zelf ook. Ik wil altijd winnen. Ja. Maar als het afgelopen is, dan is het even twee keer slikken. En daarna dan zeker. Derde is het slokje bier. Laurens, jullie winnen de derby van Wippolder. Kijken we naar het komend weekend. Staat er eigenlijk weer een derby te wachten? Kan niet wachten. RKDO, ik bedoel, een ploeg die op dit moment een beetje in een wat moeilijkere fase zit. Dus kan ze?
Ja, maar ik denk dat elke wedstrijd kansen geeft. Laten we vooropstellen dat wij veel scherper moeten zijn dan de eerste wedstrijd tegen RKDO, waar wij letterlijk en figuurlijk zijn weggespeeld. Dus dat geeft voor ons alleen maar een reden om scherper te beginnen. En een wedstrijdje duurt 90 minuten. En uiteindelijk is het heel simpel. Wij zullen dezelfde intensiteit en collectief moeten laten zien als afgelopen zondag. Dan kan je wat bij RKDO doen. En anders ga je de bietenbak in. Nou, het gaat verder nog niet goed. Ik heb naar jullie doelsaldo gekeken. Plus 1. Voor een ploeg die wegkomt van onder. Van helemaal niet zo sterk. Want ik zag dat heel veel clubs die ook een beetje in de buurt staan. Veel meer doelpunten tegen hebben. Ja. Dus wat dat betreft. Ja. Er is zeker vooruitgang. Alleen dat heeft denk ik ook te maken met een bepaalde speelstijl. Die je toch anders hebt dan Martijn. Ja. En dat kost tijd. En dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. En dat is niet erg. We weten hoe goed we kunnen voetballen. Dat hebben we dit weekend bewezen. We hebben er nog 12 te gaan. Ik heb voor de wedstrijd gezegd, we hebben nog 13 wedstrijden te gaan. Er zijn al 39 punten te verhalen. Dus laten we dat gewoon proberen te doen. En we zien wel hoeveel we er pakken. We gaan het met jullie afwachten. Nou, Piet, jij heel veel succes nog in de komende wedstrijden. Ja. Want dan neem je op een geweldige manier ga je afscheid nemen bij die club. Dat is wel toevertrouwd aan het bestuur van Honsdijk. Het enige jammer is, normaal gesproken wil je natuurlijk wel gaan kijken bij die club, maar dat wordt een beetje moeilijk volgend jaar. Ja, dat wordt een beetje moeilijk. Ja, ja. Misschien nog wat vriendschappelijk kunnen regelen tegen elkaar, maar ik wil er zeker geregeld komen. Maak er een paar mooie laatste maanden van bij Honsdijk. Ja. Nou, Laurens, jij zit er volgend jaar nog bij de club. Zeker. Zorg ervoor dat jullie ook dat gaan stijgen. Speelstijl allemaal datgene wordt wat jij voor ogen staat. En inderdaad met een mannage als Wim Verzinnen. Dat zeker gaan. Heb ik daar veel vertrouwen in. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Thuis bedankt weer voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. En dit programma meldt zich weer volgende week woensdag. Graag tot dan.